Om als bedrijf te groeien ben je continu op zoek naar nieuwe kanalen waar je je doelgroep kunt bereiken en je producten kunt verkopen. Maar hoe zorg je ervoor dat die groei aan touchpoints en kanalen niet met elkaar conflicteert en cannibaliseert? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En deze aflevering gaat over groeien zonder kanaalconflicten. En daarvoor hebben we Thijs Wolbers uitgenodigd, Head of E-commerce bij Adwise. Hey Thijs, welkom. Hallo, dankjewel. En Daan, ja, misschien goed om even eerst te definiëren wat dan een kanaalconflict is. Het is een mooi woord, ja. Maar om even iedereen met het juiste kennisniveau in te laten stappen. Aan jou eventjes, van wat is nou een kanaalconflict? Ja, een kanaalconflict is, je hebt natuurlijk een klant en die kan op meerdere plekken dingen van jou zien. Je hebt natuurlijk advertentie- en promotiekanalen, maar je hebt ook aankoopkanalen. En kanaalconflict wordt veel in situaties gebruikt. En waar we het ook deze aflevering over gaan hebben, bijvoorbeeld je hebt een eigen webshop, maar je hebt ook marketplace waar je producten verkrijgbaar zijn. En als je dan op het een actie gaat doen, als het ware even heel plat gezegd, dan gaat het ten koste van het ander. En je ziet het natuurlijk ook in het landschap waar je bijvoorbeeld dealers of wederverkopers hebt van jouw merk. Ja. Die ook business doen met jouw producten. Maar je doet ook zelf, wil er ook wat aan gaan doen. En je hebt bijvoorbeeld een extra dealer of een extra verkoopkanaal. Je voegt dat weer toe. Dan gaat het ook weer ten koste van anderen. En dan gaan die anderen misschien wel minder producten verkopen. En nemen ze weer afstand van jouw merk. En waardoor je jezelf er in de vingers snijdt. En dan hebben we het over een omgekeerd snowball effect. Ja. Dus dat zijn wel echt dilemma's die je vaak ziet. Zeker nu de online steeds meer kanalen gaan ontstaan. Ja. En echt wel strategische thema's, vraagstukken waar je over na moet denken als bedrijf, als marketingorganisatie. Ja, ook omdat het sommige dingen op korte termijn succesvol kunnen zijn, maar op lange termijn juist heel positief of negatief kunnen uitpakken. Dus dat zijn wel dilemma's vaak op meerdere niveaus. Ja, ja. Ja. En Thijs, Daan noemt al een paar voorbeelden van kanaalconflicten, maar ja, als je daar echt induikt, hè, wat ook jouw business een beetje is, dan praat je ook over wel een wirwar aan kanalen, toch? Wat zijn een beetje de kanalen waar je... Ja, goed, vanuit vroeger had je vaak natuurlijk de stenen winkel. Mm-hmm. Daar is uiteindelijk online bijgekomen. En online heeft ervoor gezorgd dat er heel veel diverse extra kanalen zijn bijgekomen. Ja, maar dat is misschien wel het mooiste voorbeeld. Van vroeger had je een winkel en deed je een webshop, kreeg je minder mensen in de winkel. Dat was eigenlijk dat was ook al een kanaalconflict. Dat was al een kanaalconflict, ja. Maar met online heb je nog veel meer erbij. Binnen online is eigenlijk de taart wordt steeds verder opgedeeld in andere kanalen. Marketplaces is erbij gekomen. Best wel bekend natuurlijk, maar wat je nu afgelopen 2 jaar best wel veel ziet is een stukje social commerce, dus te verkopen via social kanalen. In Nederland nog niet super groot, als het gaat om directe verkoop, maar in het buitenland, zoals China, is dat al tussen de 10% en 15% van de aankopen. Dat is een hele grote punt van de taart eigenlijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat wij de vorige keer, dat wij ook samen in de podcast zaten, we het ook al hadden over wat tijdens COVID ook onder water via WhatsApp, wat misschien niet meetbaar is of tastbaar, maar waar ook wel een hele hoop deeltjes met winkels werden gesloten door gewoon reacties en DM'tjes op Instagram, tikkies. Ik denk dat stukje conversational, dus los van de reacties op posts op social, maar het stukje rechtstreeks communicatie via WhatsApp bijvoorbeeld of een ander messaging kanaal, dat ook gewoon een extra kanaal al is en ook belangrijk gaat worden in de toekomst. Dus dan zie je dat die taart nog verder opgeknipt gaat worden. Ja. Ja. Marketplaces is natuurlijk ook een... Marketplaces, de dealers. Dus misschien als je een brand bent, dat je wederverkopers hebt van je product. Ja, wat ook weer e-commerce partijen kunnen zijn die ook jouw producten in een gespecialiseerde store of een bepaalde propositie ook verkopen. Ja, kan indirect ook wel soms een concurrent zijn zelfs die misschien jouw artikelen verkopen. Ja. Online toch wel een soort van concurrent is. Vecht om dezelfde posities in de zoekresultaten. Vecht om dezelfde klant. Ja. Dus daar staan voldoende conflicten op de loer. En merk je dan dat er altijd goed over nagedacht wordt over de potentie van een kanaalconflict, zeg maar, dat het in potentie aanwezig kan zijn? Of, Ja, heel erg. Wat mij betreft veel te veel zelfs. Dus wordt veel te veel vanuit angst gehandeld. Okay. Dus heel vaak worden nog potentiële verkoopkanalen niet benut. Nou, pak bijvoorbeeld een marketplace voorbeeld. Als je kijkt hoeveel brands bang zijn om de stap te maken naar marketplaces te gaan, wordt heel vaak gekeken vanuit wat zijn de gevaren, wat gebeurt er. Ja, die zijn heel overduidelijk, zeg maar. Die kun je heel makkelijk benoemen. Van, stel je voor dat wat maar onze... Maar wat zijn de risico's waar ze dan vaak als je het over een brand hebt natuurlijk, is dat een van de eerste stappen die ze zelf gaan nemen als het gaat om rechtstreeks verkopen als ze nog geen eigen webshop hebben. Dus dan krijg je direct het conflict met je dealers op de loer van, hey, brand, ga je nu zelf verkopen? En
gaan ze misschien je merk uit de schappen halen, gaan ze je niet meer verkopen. Dus ja, dat conflict ligt natuurlijk heel goed. Of zij verkopen het al op een marketplace. Ja, de als tussenhandelaar, dat doen ze al lang. Ja, en dan kom jij ertussen als merk zelf in één keer. Af en toe zie ik nog wel eens dat er in licenties, contracten, dat is afgesloten dat bepaalde partijen dat wel of niet mogen. Ja. Soms vanuit vroeger uit is gewoon het hele recht weggegeven voor bepaalde landen. Ja. Van jullie mogen via marketplaces verkopen, dat gaan we toch niet doen. Daar komen ze nu op terug, maar contractueel kunnen ze er niet onderuit. Dus dat ligt gewoon een heel kanaal wat ze niet kunnen gebruiken. Is kanaalconflict wel opgelast. Ja, juridisch gezien. Juridisch is het gekregen. Maar goed, daar laat je heel veel potentie liggen natuurlijk. Ja. Ja, maar dat zijn exact die voorbeelden ook van op lange termijn keuzes, zeg maar. Want die fout kan nu nog steeds voor sommige organisaties misschien nog wel op de loer liggen. Nu is dat dan geen markt, maar dat is dan social commerce bijvoorbeeld, of met een influencer die een exclusief recht krijgt, of dat kan zich weer halen. Ligt daar heel erg mee, daar ligt een potentieel gevaar of iets waar men nog helemaal niet naar kijkt eigenlijk, maar daar kunnen ook rechten aan worden weggegeven of exclusieve deals worden gemaakt met samenwerkingen. En dan kan het heel succesvol worden. En dan zit je vast aan die deal natuurlijk. Ja. Dus daar liggen heel veel gebieden waar nog heel weinig kennis van is in organisaties, waar je echt wel goed over na moet denken. Ja. Maar je zegt, er wordt veel vanuit angst gehandeld dan, beredeneerd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, elk kanaal dat je dat tot je beschikking hebt, zou business kunnen genereren. Nou, als je kijkt naar marketplaces bijvoorbeeld, is natuurlijk ook iets wat heel vaak gehoord wordt, is maar dan ga ik, gaat mijn klant, die gaat dan via marketplace kopen, en dan ga ik een stukje commissie afstaan. Dus ik heb lief dat die bij mezelf gekomen, dus ik ga niet op die marketplace staan. Ja, je levert gewoon marge in, is de aanname dan. Dat is de aanname inderdaad. Terwijl als je kijkt naar de onderzoeken en ook naar eigen analyses die we gedaan hebben, zie je dat dat gewoon ook een hele andere klantengroep kan zijn die actief is op die marketplaces, die dat gebruikt als aankoopkanaal, die daar een vast account heeft, soms bij een bol.com een select abonnement of een dat heb ik ook. Soms dan is het gewoon bol.com top of mind. Denk je. Ja. Dat is echt zo'n typisch ding, dat kun je op bol.com ook krijgen. Ik ga naar bol.com, ik gebruik Google niet eens. Ik zou die hele shop, dat product nooit hebben gezien. Nee. Als ik hem... Dus jij echt een nieuwe doelgroep. Ja, je ziet, wat zal het zijn? Dat verschilt natuurlijk een beetje per branche, per type product wat je hebt. Maar dat de consument misschien wel 20% van zijn portemonnee uitgeeft op een marketplace. Dus als je daar niet actief bent, is je potentie aan omzet gewoon 20% minder. Omdat je die omzet had liggen. Die klant die shopt daar gewoon. En als je daar niet staat, dan kun je die omzet niet pakken. En we hebben zelf wel eens die cannibalisatieanalyses gedaan. Dus dat je gewoon kijkt naar de klanten, bijvoorbeeld de verzendadressen die je krijgt vanuit de marketplaces, naast je eigen database legt. Van, hey, zijn dat exact dezelfde adressen waar ik kan leveren of een marketplaces? Ja, het ligt vaak maar rond de 2% overlap. Dus je ziet dat het een gigantische extra groep klanten is die je daar kunt bereiken. Ja. We hebben wel eens enquêtes gedaan aan die klantengroep die via marketplace heeft besteld, waarbij gewoon heel veel mensen aangeven, ik vertrouw, ik pak nu even bol.com, ik vertrouw bol.com, ik shop altijd bij bol.com, dus ik koop daar mijn producten, weet wat ik krijg. Dus ik koop daar product X en Y, maakt me niet uit, ik ga niet eens ergens anders kijken. Nee, ja, en dus er is een bepaald kanaalconflict en er zit wat cannibalisatie. Laat het een keer twee, misschien is 10%. Ja, heel erg overschatten wat mij betreft. En dat is waarschijnlijk lager dan je denkt. Het zit meer op de 10%. Maar het deel omzet wat je dus mist en waar de meesten niet aan denken, dat is dus 20 of 30 of misschien 40%. Ja, soms moet ik het wel eens heel simpel uitleggen. Dan zeg ik hetzelfde, stel je hebt een retail concept of een kledingmerk zeg maar met eigen fysieke winkels. En je opent door het hele winkels, of door het hele land open je winkels, maar de Randstad open je geen winkels. Mm. Ben je niet aanwezig, dus je laat gewoon een heel deel van je klanten laat je gewoon liggen. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een, en dat is misschien meer de voorbeeld wat iedereen herkent uit zijn eigen omgeving, restaurants die bezorgen en nu aangesloten zijn bij Thuisbezorgd. De consument gaat naar Thuisbezorgd, maar de macht komt ook bij Thuisbezorgd te liggen richting restaurants. En toch zie je ergens weer restaurants zoeken naar andere kanalen weer om ook een afhankelijkheid niet te groot te maken. Dat is misschien bij kanaalconflicten, kan het natuurlijk cannibaliseren, maar je wilt ook je zorgen dat je wel weer voldoende kanalen inzet om dus niet afhankelijk te gaan worden van één of twee kanalen. Ja. Nee, absoluut. Dus dat helemaal mee eens. Dus je creëert wel een soort afhankelijkheid als je alleen maar via zo'n partij zou gaan werken. Ook het stukje klantdata waar je bijvoorbeeld geen eigenaar van bent. Dus er liggen ook absoluut heel veel nadelen. Dus je moet zeker alle voor's en tegen afwegen en daar een juiste strategie op maken wat je met welk kanaal gaat doen op welke manier. Ja. Maar het voordeel van online is dat je best wel flexibel bent, makkelijk kunt schakelen en verschillende dingen kunt toepassen. Dus je moet het ook niet, alleen vanuit de positieve bril bekijken. Want je bespreekt ook wel eens het feit dat een marketplace natuurlijk zelf marketing gaat doen voor die producten. Stel, het zijn je eigen merkproducten, dus je eigen brands die je op een marketplace verkoopt. Ja, dan moet je wel realiseren dat een marketplace ook vindbaar gaat worden in een Google.
Een marketplace heeft natuurlijk een hele hoge autoriteit. Dus de kans is aanwezig dat ze gaan ranken boven je eigen webshop, boven je eigen brandsite. Dus dat ze inderdaad op die manier misschien wel weer klanten links of rechtsom gaan pakken die je misschien anders zelf had bediend. Ja, op korte termijn kan de overloop van klanten kan beperkt zijn, maar na een verloop van tijd wordt de dominantie van zo'n marketplace groter en kan het veranderen. Ze gaan adverteren in de Google Ads, dus dat betekent dat de CPC's verder opgevoerd gaan worden omdat de concurrentie hoger wordt op die producten. Ja. Dus er zitten ook zeker nadelen aan. En dat moet je eigenlijk allemaal tegen elkaar afwegen en doorrekenen op welke manier je daarmee omgaat. Ja. Maar aan de andere kant ook niet heel veel anders dan dat je vroeger of nog steeds met dealers bijvoorbeeld ook wat doet. Hè? Daar kijk je ook op die manier naar, dat je afhankelijkheid van dealers. Ja, vaak had je dan, als je echt wat meer terug in de tijd gaat met dealers, was vaak ook wel de tijd dat je als brand dan nog niet zelf ook rechtstreeks naar de eindklant ging. Dus dan was het puur gericht op het dealerstukje. Mm-hmm. En dat is online eigenlijk, zie je dat steeds minder. Dus dat brands gaan vaak wel linksom of rechtsom. Dealers waren vaak, naar de end user. Als je het over dealers hebt, dan zijn ze vaak, is vaak geografisch gebonden. Ja, die traditionele, of je moet dan echt, of je hebt een soort vertical of branch expertise. Dat heb je ook nog wel eens met dealers. Maar dat zijn vaak complexere dingen en dan spelen marketplaces misschien minder een rol. Ja. Maar Daan, want je hebt natuurlijk ook, he, los van, we hebben het nu even over marketplaces, maar een heel divers palet aan kanalen, waar dus kanaalconflicten kunnen optreden. Aan de andere kant heeft ook ieder kanaal wel een beetje zijn eigen rol in die marketingmix. Ja. Daar moet je ook over nadenken natuurlijk, want de ene is misschien meer op branding gericht, de andere is echt op de transactie gericht. Ja. En dan is een kanaalconflict misschien veel minder aan de orde, als je op de juiste manier inzet. Het is ook heel erg, daar kunnen ze ook op komen net, van waar reken je het eigenlijk op af en hoe stuur je dan op wat een omzet en wat je kosten zijn ook om het kanaal in de lucht te houden of om de klanten naartoe te trekken. Maar ik denk dat ik die metafoor net wel sterk vond, ook van inderdaad thuisbezorgd bijvoorbeeld. Het is ook heel erg van wat is de rol van het kanaal ook voor de consument, wat jij net al zei Thijs. Hè? Je gaat om even snel een aankoop te doen, ga je misschien naar bol.com. Dus we bijvoorbeeld ook cadeauproducten bijvoorbeeld, die in combinatie worden gekocht met andere dingen die je cadeau doet. Zeg maar. Je gaat niet overal bij elke aparte winkel een apart iets halen. Bijvoorbeeld, we hadden net even in de voorbespreking ook het stukje over Rituals bijvoorbeeld als merk. Dan die hebben gift sets, die gaan natuurlijk keihard op bol.com in de decembermaanden, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ga je dan speciaal naar een Rituals website om dat te kopen? Nee, maar als je uiteindelijk echt als fan of vervent gebruiker dat zou gaan doen. En je wil iets kopen in die lijn met diezelfde geur of diezelfde stijl. Of je bent fan daarvan. Je wil zien wat is er nog meer. En dan wel, En misschien sets of dingen of een spa-programma. En dan ga je kijken naar wat is dan de rol van het kanaal. Want als je een eigen sterk merk, zeg maar, van je verlanglijstje. Ja, je shoppinglijstje. Je moet ook een doosje Lego hebben voor je kind. En daar dan ga je niet overal bij elke brandstore apart wat kopen. Nee. Maar wil je echt, ben je een loyale klant. En dat is denk ik ook de rol van je eigen brandkanaal. Dat je dus echt helemaal een eigen merk-experience kan neerzetten. Maar ook een klant kan binden. Bijvoorbeeld een loyaliteitsprogramma, spaarpunt, bepaalde voordelen. Je kunt natuurlijk moeilijk op prijs, want dat is met kanaalconflicten wat lastig. Je kunt niet onder je eigen adviesprijs gaan zitten, want dan krijg je ruzie met de rest van de markt. Maar je kunt wel de marge die je ook hebt als merk, want over het algemeen heb je natuurlijk meer marge op je producten, in andere klantvoordelen omzetten. Zoals een loyaliteitsspaarprogramma of misschien door set aanschaffen, bundelkortingen, zeg maar. Ja. Dat je toch zegt van ja, als je een volledig pakket koopt of je neemt misschien subscriptions bijvoorbeeld, dat is iets wat je heel goed zelf kan inzetten. En dan ga je kijken dat je je eigen kanaal ook anders gaat afrekenen. Als je dan een nieuwe klant binnenhaalt, dan heb je je first party data. Mm-hmm. En kun je een klant ook loyaal maken en dat soort dingen mee gaan doen, wat op marketplaces niet kan. Dan ga je meer kijken naar wat levert de transactie maar op. Je zegt dan ook, als je Rituals aanhaalt, je moet misschien ook nadenken of je hele assortiment via marketplace doet, of dat je dus misschien zegt van bepaalde dingen doe je via marketplace. Ja, en een deel zou je ook in je brandstore kunnen gaan. Dat zou ook kunnen dat je bepaalde exclusives of bepaalde kleuren of dat soort dingen dat dan net daar beschikbaar maakt voor de echte fans. Je een fashion bijvoorbeeld, kijk naar Nike, die bepaalde collecties via de dealers doet, bepaalde collecties zelf doet, maatwerkproducten, dus dat je je schoenen zelf kunt opmaken, zeg maar. Zo voorkom je ook een kanaalconflict. Ik weet nog een case uit mijn eigen werk hier bij AdWise, dat een dealer met een eigen merk van tuinmeubelen een producent van tuinmeubelen afhankelijk was van dealers, maar ook een beetje afhankelijk is van wat koopt de dealer in en hoeveel heeft hij nog van de collectie van vorig jaar en het jaar ervoor staan. Ja. Kortom, dat wat daar in die winkel staat is nooit het merk zelf, hè. Het is altijd iets wat de dealer gekocht heeft. Ja. Dus hoe bied je online misschien een combinatie dat je producten kunt combineren, kunt mixen. Dat je daar wel altijd mensen naar de nieuwste collectie krijgt. Ja. Dat je echt wat toevoegt als aanmerker. En andere voordelen, extra garantie. Of inderdaad ook met van die conversational dingen. Bepaalde afleverservices die misschien exclusief zijn voor jouw merk. Of
ja, van die extra dingen die je kunt doen met die marge ook, die je als het goed is hebt, die, omdat je geen commissies meer betaalt. En ja. Met name met verhaalproducten is dat echt wel een ding, ja. Zit ik te denken. Want anders betaal je elke keer weer op Marketplace zo'n transactiefee op iedere herhaal aankoop. Mm-hmm. En dan is het dus echt wat waard om zo'n klant via je eigen kanaal ook enigszins te binden. Terwijl ja. Marketplace dan nog steeds belangrijk blijft voor de ontdekking of die eigenlijk die impuls aankopen, zeg maar. Ja. Maar als je echt een klantrelatie wil opbouwen, is dat veel duurzamer via een eigen kanaal. Maar is dat dan zo simpel, Thijs, als merk verstuur je toch en dan doe je gewoon een flyer bij in, hè, je volgende verkoop 10% korting, ja. Of om ze dan weer aan jou rechtstreeks te binden? Ja, of het zo simpel is. Die trucjes worden natuurlijk wel veel gedaan. Volgens mij is het wel tegen de regels in van marketplaces. Dus mag in principe niet. Mag je geen marketingactiviteiten ontplooien naar aanleiding van de klantdata die je hebt. Dus ook niet dat soort dingen. Dus een bol zal misschien steekproefsgewijs soms zelf ook bestellen en kijken wat zit er in dat doosje uiteindelijk. Ja, wat je wel vaak ziet is een bekend trucje is natuurlijk het garantiestukje. Dus ja. Registreer het product en krijg 2 jaar garantie, 3 jaar garantie. Wat die klant dan doet, die gaat naar de shop of naar de brandsite, registreert het product, je hebt alle klantdata, je weet wie wat heeft gekocht, welk product. Oh, zo, dat kunnen we nog verder. Ja. Dat zijn wel, ja, die zitten dan een beetje op het grijze gebied, maar dat is meer service gerelateerd. Dus dat ga je doen. Je ziet cashback acties best wel veel. Oh, ja. Kun je iets geld op Bitgoed of op. Maar die kreeg ik laatst ook in combinatie met een review, maar dan met de cashback registreer je natuurlijk weer je eigen data. Ja. Keer, ja. Dus dat zijn eigenlijk de manieren. Dat zit natuurlijk een reden achter waarom dat soort bedrijven. Maar en dat is ook echt marketing. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook omdat. Vanuit de marketplace heeft een klant dan gebruikt jouw product. En als jouw product echt iets onderscheidends is, dat je denkt, hé, maar daar wil ik er meer van hebben. Mm-hmm. Het laatste bijvoorbeeld inderdaad is tuinproducten, bepaalde connectoren of zo. Ja. Die vond ik op marketplace. Dat ik denk, hé, dat is wel een handig systeem. En dan staat ook wel, merk staat gewoon letterlijk op het product. Ja. En dat je denkt, hé, die ga ik eens googlen. En hé, frek, die hebben gewoon een hele webshop met al die soorten. Ja. Waar het veel makkelijker te overzien is wat je kan bestellen dan op bol.com. Ja, dan krijg je ook allemaal andere merken ertussendoor. Dat ik dacht, oh, lekker, dit is gewoon, daar heb ik er veel meer van maar besteld. Maar dat voeg je als brandstock iets toe. Ja, en dat is exact de plek waar ik had dat merk met die connectoren is maar nooit gevonden als ik bol.com niet het eerste ding ooit had besteld, zeg maar. Dan wist ik niet dat het bestond. Ja, vanuit brandperspectief is dat de ideale inzet van de marketplace, dat je daar je nieuwe klanten ontdekt en uiteindelijk als je recurring omzet wil pakken bij de eindklant, dat je ze naar jezelf toe weet te trekken. Ja. Thijs, is het altijd, want we zeggen je moet er goed over nadenken, je moet nadenken wat elk kanaal, welke rol elk kanaal heeft, nu, maar ook naar de toekomst toe. Is dat te overzien? Is het helder? Kunnen we daar een vast omlijnd advies geven? Of hoe dat is? Of is het toch wel heel verschillend? Het verschilt heel erg aan welke type producten je verkoopt. Ik heb hier toevallig nog een lijstje voor me waarin consumenten data in staat over de reden waarom ze een product hebben gekocht. Dat loopt heel erg uiteen. Kijk bijvoorbeeld naar de fashion. Mm-hmm. Daar is 37% van de aankopen gebeurd spontaan. Omdat ze het product spontaan tegenkwamen. Maar ja, dat herken je natuurlijk wel als je in de stad loopt. Je bent op zoek naar een paar schoenen. En je komt met 2 tassen vol met andere spullen ook weer terug. Ja. Maar dus het spontaan aankopen doen voor fashionartikelen. Ja, dat gebeurt natuurlijk zelden op een marketplace. Daar ga je vaak naartoe omdat je iets nodig hebt. Je hebt iets nodig. Ja. Je wilt iets vervangen. Maar als je dan kijkt naar social, is dat weer bijvoorbeeld een perfect kanaal met als rol om mensen te verrassen. Nieuwe collecties te laten zien, ontdekkingen te geven. En vanuit daar die 37% eigenlijk te pakken waarop de consument geld uitgeeft aan, aan fashion. Dat is exact op die essentie waar we mee begonnen. Ja. Ieder kanaal heeft zijn functie. Je kunt niet zeggen, gewoon als je iets naast zet, dan cannibaliseert het. Want waarop? Op mensen die gericht zoeken of mensen die toevallig dingen ontdekken. Zo heeft ieder. En dat is in de fashion is dat bijvoorbeeld weer heel hoog. Maar als je dat dan naar andere productgroepen, naar elektronica of televisies, dat zul je niet zo snel spontaan aankopen natuurlijk. Nee. Dus dat zul je niet op basis van een influencer die even een televisie laat zien, dat je die direct aankoopt. Dat gebeurt vast wel, maar voudigsgewijs veel minder. Veel minder. En dan is misschien een marketplace of een prijsvergelijker of dat soort kanalen zijn we veel belangrijker om aanwezig te zijn. Dus het verschilt gewoon heel erg bij. Maar het maakt inderdaad met inderdaad de low interest, high interest. Ja. Maar ook, dus dan denk ik ook weer als merk van wat is je service. Graad. Ik weet niet wat LG bijvoorbeeld doet, een top of mind merk. Ja. Als je zegt, die koopt bij Coolblue, krijg je vast goede service eromheen. Maar misschien als je bij LG zelf of zo bestelt, ik denk niet dat die zijn denk ik ook bang voor kanaalconflicten. Maar ja, zeker, misschien in de toekomst wel, dat je een uniek product, dat ze iets lanceren, net als Nike. Ja. Ik weet nog, met Samsung, die had toen The Frame, bij wijze van spreken zo'n product of zo, dat ze zoiets zetten van, de speciale editie kun je bij ons krijgen. En dan wordt die ook afgeleverd. En je hebt dan 2 jaar garantie. Of 3, 4 jaar. Of exclusieve content erbij. Of dat soort dingetjes als je het via je eigen kanaal doet. Ja dat zie je heel vaak. Dus op die manier moet je gaan denken. Absoluut. Ja. Maar het is natuurlijk ook ons vakgebied. En helemaal als je in deze
business ook zelf bent als merk, is het ook volop in beweging. Dus je, het is ook niet zo dat je dan een kanaal inzet en achterover kunt gaan leunen en denkt, nou, de komende jaren loopt dat wel. Ze kunnen natuurlijk ook, je ziet met name ook de social commerce wordt heel sterk groeien, hè? De rol van social veranderen. Dus je moet ook die kanalen weer herevalueren steeds en monitoren hoe het gaat. Ja, absoluut. En je moet ook zeker de aandelen in de gaten houden als het gaat om hoe groot is het aandeel van de consumentenspend op een social of een marketplace. En naarmate dat toeneemt, specifiek ook in jouw branche, waarop jij actief bent, dat die kleiner worden. Ja. Dus je zit dan misschien wel, hè, stel je hebt alleen je eigen brandstore. Het feit dat er marketplaces bij komen, social, conversational, dat zorgt er eigenlijk voor dat de taartpunt, zeg maar, waarin jij actief bent, steeds kleiner wordt. Dus dat van iedere 1.000 euro die een consument uitgeeft, ja, dat misschien 500 euro was vorig jaar, dat nu nog 400 euro is. Dus je zit dan in een krimpend segment. En als je dan groeiambities hebt, ja, dan maak je het zelf wel heel moeilijk. Ja, ook, dus je moet daar wel buiten omheen kijken. Ook als je gaat investeren in je merk of merkbekendheid en dat soort dingen. Als je dan vervolgens maar op een kwart van alle kanalen, als je in een fysieke winkel er niet bent of op marketplace niet aanwezig bent, als mensen dan jouw merk zoeken, dan heb je eigenlijk investering gewoon puur weggegooid. Als je televisiecampagnes gaat doen voor je brand, reken er maar op dat er zoekopdrachten zijn op bol.com, op Amazon, naar jouw merk. En als je daar dan niet staat, is het zonde eigenlijk ook van die investering die je gedaan hebt in je brand. Dus je wil eigenlijk op alle touchpoints aanwezig zijn en dat stukje waar de klant ook is. Dat percentage cannibalisatie, dat inderdaad is vervelend. Maar wat we nu net noemen, als je die effecten niet meepakt, is veel erger dan dat stuk cannibalisatie. Dat is natuurlijk wel een beetje, hoe zeg je dat? Daar kun je twee kanten op redeneren. Je kunt zeggen, je hebt een grote tv-campagne en ik ga naar Bol en ik ga het product zoeken. Ik zie het niet. Dan kun je zeggen, dan ga ik verder zoeken in Google en kom ik alsnog bij de brandstore uit. Of ik zie bij Bol een concurrerend product. Ja, precies. En daar ga ik voor. Je weet natuurlijk niet. Het is een soort risicoanalyse die je maakt als merk. Wat is een scenario wat je wilt, waar je op in wil zetten? Wil je zeggen, ja, ik geef een podium aan een concurrent, want ik ben er zelf niet. Of dek je alle touchpoints af door het sowieso te zijn met misschien een stukje cannibalisatie? Dat ligt toch een beetje aan iedere case is het apart. Maar als je in het algemeen zou ik zeggen, kijk naar ieder kanaal welke rol het heeft binnen jouw productgroep, bij jouw klantengroep en pas het op die manier wel toe. Ja, en wat is het in de toekomst? 3-4 jaar later? Want ik denk dat wel een zorg is als je bijvoorbeeld kijkt naar marketplaces. Ik had dan laatst een aantal cases waar marketplaces de dominante is, zeg maar, waar je dus geen eigen shop hebt. Ja. En wat je daar wel ziet is over de jaren heen, met name met herhaalproducten of producten van een relatief hoge waarde, waar je afhankelijk bent van alleen de marketplace, is dat ze inderdaad steeds meer die advertising gaan doen. Als ik een voorbeeld, als je op Lego gaat zoeken in de VS, in Amazon bijvoorbeeld, dan krijg je gewoon concurrentie van Lego die gelijkwaardig speelgoed aanbiedt als een soort display advertising erboven te staan. Ja, in Amazon. Hè? In Amazon. Je zoekt eigenlijk op Lego en je krijgt gewoon advertenties van mensen die dus inderdaad Lego zoeken, zijn ook geïnteresseerd naar dit soort type producten. Ja. Want eerst je eigen brand is inderdaad echt een alternatief, heel ander soort speelgoed. Dus wat je ziet is dat marketplace ook, als mensen binnenkomen, precies met het voorbeeld wat je net zegt, ook steeds meer advertising als verdienmodel gaan zien om mensen nog gewoon naar het merk te sturen die het meest betaalt. Ja. Of waar ze het meeste rendement op draaien. Ja, en dan is het doel van Amazon misschien die transactiewaarde, de kassabon zo hoog mogelijk te krijgen. Ja, door en de advertising marge die die partij biedt en ook weg wil geven. Dus je ziet wel dat ook als je daar heel afhankelijk van bent, is dat je relatief meer af zal gaan dragen aan marketplace en ook advertising moet gaan doen om de bestaande vraag naar je merk ook weer in te gaan vullen. Dus als je dat puur hebt als kanaal, zeg maar, en dan wil ik niet marketplaces in slecht daglicht zetten, want nogmaals, same for discovery, dat biedt ook dus kansen om je merk onder aard te brengen. Ja. Je kunt op die manier ook gebruik maken van die advertising. Exact, dus mensen heeft twee kanten, maar wat je ziet, Jeff Bezos zei altijd volgens mij van, your margin is my opportunity. Ja. Dat is volgens mij ook nog steeds een beetje de van, als jij nog te veel geld verdient, dan gaat Amazon kijken van, hoe kunnen we dan nog advertising geld Maar aan de andere kant, we hebben het ook al over gehad, je ziet ook gewoon in search de concurrentie toenemen, de klikprijzen toenemen. Daar leven ook marges in, hè, toch uiteindelijk. Ja. Het is niet zo dat we nou dat je net kan doen dat je in Google nog wel helemaal alles overeind houdt en niks inlevert. Klopt, het is laten gewoon we niet een uitdaging. Ja, precies, vaak heb je die marge wel nodig aan marketingbudget om tegenwoordig nog vindbaar te zijn en zichtbaar te zijn bij je doelgroep. Ja. Maar dat makkelijk is het ook niet. Afhankelijkheid van één is in ieder geval naar de toekomst toe is inderdaad. Dat is denk ik de les. Maar er zit nog een andere dynamiek onder volgens mij. Is ook dat je ook ziet dat alle marketingcampagnes steeds meer data-driven worden. Algoritmes die vanuit alle data die ze krijgen zelf gaan optimaliseren. Zelf beter weten waar je je doelgroep kan bereiken. Alleen als je dus je eindklant via een dealer of een marketplace of andere webshops bereikt,
mis je als brand wel je eigen klantdata om dus ook je campagnes weer te kunnen voeden en je intelligentie en je doelanalyse te kunnen doen. Dus hoe ga je daarmee om dan, Thijs? Wat is daar zo'n strategie achter dat je zegt, ja, ik wil toch ergens die inzichten hebben? Ja, hebben we net al een klein beetje aangestipt natuurlijk door de suggesties die Daan deed en ik ook rondom het activeren van de doelgroep naar je eigen brand. Ja, dan kun je die data wel weer gebruiken voor exact, campagnes. Want als je dus die garantieregistraties doet, dat kan heel mooi in elektronica. Bij kleding zal dat niet zo heel snel gebeuren, dus dan moet je weer andere creatieve dingen gaan verzinnen. Maar als je het hebt over de garantieproducten, ja, zou ik zeggen, doe daar iets meer. Want de consument doet dat 9 van de 10 keer, doen ze dat. Je verzamelt de klantdata, je verzamelt welke producten ze hebben, je weet waar ze het gekocht hebben. Eigenlijk weet je alles wat je zou willen weten, kun je op die manier binnenhalen. Ja. En daar zit een behoorlijke waarde slash noodzaak voor de consument om dat ook te gaan doen. Hè? Je krijgt er echt wat voor terug, maar wat je zei bij een simpel jurkje, ja, dan houdt dat op. Je moet ergens inderdaad die loop weer rondkrijgen met waar we de laatste Google ook even gelanceerd hebben met die smart campagnes, volgens mij local en zo kun je nu inderdaad je conversies ook weer, die je zelf, dus je first party data uploaden en dus inderdaad zien, hey, welke klanten die advertenties hebben gezien, geklikt, uiteindelijk ook echt zijn geconfronteerd via je eigen kanaal, zeg maar. Dat kan dan. Ja, dus zeker op technologisch en datavlak zijn er heel veel ontwikkelingen waardoor, kijk, dat soort partijen als een Google zien ook die gap. Dus die proberen ook te faciliteren om in ieder geval dat stukje measurement en sturing op die campagnes goed te kunnen doen. Maar wees zelf ook creatief. Denk aan reviews, denk aan. In de fashion zijn we zelf nu ook aan het kijken naar wat mogelijkheden om bijvoorbeeld QR-codes in de kleding te hangen. Daar een actie aan te koppelen, bijvoorbeeld nieuwe collecties op die manier te delen. Toegang tot speciale live events waar nieuwe collecties worden gepresenteerd. Om zo de loop te hebben, want ik zeg het erin, dat is dus het verschil van, je hebt al heel plat geslagen. Je hebt als merk bijvoorbeeld 3 creatives, je draait 3 campagnes. En je wil weten gewoon welke levert ons nou inderdaad klanten op. Niet alleen weten, maar je wil ook de feedback loop geven naar een advertising platform. Deze zorgt voor conversie, die ander minder. Je wil sturen op kosten per acquisitie van een nieuwe klant. Retouren. Op je ROAS, op je retouren. Ja. Dus dan moet je wel weten welk van de ads of ook zo'n algoritme terug kunnen geven van hoe presteert het nou? Als je het op die manier hebt, kun je natuurlijk ook nog een beetje oldschool denken door de traditionele AB-testing, bepaalde regio's, bepaalde tijdstippen dingen te gaan doen. Kun je geografisch. Dan kun je nog wel gaan leren van welke creatives werken, welke campagnes werken, maar wil je echt die klantdata hebben? En maar dan moet je bijvoorbeeld zelf al op een marketplace zelf ook al de in ieder geval de fulfillment doen. Want als je dan bijvoorbeeld fulfillment bij Amazon hebt, dan zie je alleen maar, je hebt zoveel omzet gedaan. Dan is het trager, want dan ga je zien van Amazon gaat meer van die producten inkopen of erop die collecties, komt meer vraag naar. Dus dan zit je inderdaad al heel snel in de hoek van dat je iets met dat product moet gaan doen. Rondom registratie, reviews, acties, iets leuks mee bedenken. Ja, maar dat is wel iets, misschien ook wat meer voor de lange termijn. Los van de kanalen die je kunt kiezen, moet je ook nadenken over welke data je nu al wilt hebben om in de toekomst weer te kunnen gebruiken, in te kunnen zetten. Want dat wordt natuurlijk het belang van data voor inzicht en optimalisatie wordt steeds groter. Absoluut. Dus je moet die loop wel ze nu al proberen. En ook het inzicht gewoon in je klant. Ja, blijf je in gesprek met de klant, weet je wat de feedback op je producten en diensten is. En als je als merk helemaal terugtrekt in de keten als producent en misschien je ontwerpt het product en je designt het en je maakt er een mooi logootje van en dan vervolgens gaat het naar een consument, maar je hebt geen feedback loop meer. Dat is trouwens misschien even een ander haakje, maar als je het hebt over data. Kijk, stel dat je als brand zelf de keuze maakt om op social actief te zijn. Daar kun je heel veel leren. Ja. Dus daar is heel veel data om hoe vaak wordt een product geliked. Dus stel je doet sneak previews van nieuwe collecties. Ja, dan kun je op basis van het aantal likes, dus die data, kun je eigenlijk al wel gaan inschatten. Hey, dit wat gaat het lopen, goed laten we de productie op. Het is een soort marktonderzoek wat je dan doet. Een soort marktonderzoek. Dus die data is super interessant wat je eigenlijk ook nog eens cadeau krijgt als je actief bent op dat soort kanalen. Ja, mooi. Ja. Dus dat is ook een Feedback loop met marketing. Hè? Los van nog de aankopen, zeg maar. Maar dan, ja, en ook als je, we hebben zelf ook wel eens cases gedaan. Als je eigen verkoopkanaal, je eigen website is. Dat je op basis van het aantal views op producten al kunt inschatten. Zeker als het producten zijn waar het aankoopproces, de customer journey, iets langer duurt. Mm-hmm. Kun je eigenlijk al in een vroeg stadium gaan inschatten welke producten populair zijn. Zeker als het een productgroepen zijn waar collecties zijn. Dat je een beetje trends aankomen. Soort van die micro-conversies. Voorspellende voorspellende en die data heb je natuurlijk niet als je inderdaad alleen via marketplaces verkoopt of alleen via dealers verkoopt. Ja. Dus dat is het voordeel als je wel je eigen kanalen ook ernaast hebt draaien. En daar kun je ook weer op inspelen richting een marketplace. Dus bijvoorbeeld je advertising op marketplaces af te stemmen op dat je al weet. Dat je het inzicht hebt. In andere groepen, omdat je weet van mijn voorraad gaat beperkt zijn op die producten. Ik haal ze van marketplaces af, want ik ga ze toch wel verkopen. Ja. Ja.
Dus, daar noemde men net van, ja, als je een adviesprijs op je website hebt, ja, dan weet je dat je misschien de transactie op een van de andere platforms plaats zal vinden. Ja. Maar het feit dat je wel traffic en dat soort gedrag ziet op je eigen site, kan wel sturing geven aan meer bijproduceren of wel of niet zelf of extern beleggen en dat soort zaken allemaal. Ja, en daarnaast zijn er ook wel verschillende measurement oplossingen om wel inzicht te krijgen vanuit, als je een dealerwebsite hebt en je verwijst door naar marketplaces, dat je wel die transactie weer teruggeschoten krijgt, zodat je daar ook insights in hebt. Ja. Ja. Het dealernetwerk blijft wel overeind in deze oorlog van kanalen. Ik zeg altijd dat ze waarde toevoegen. Als het gewoon puur een doorgeefluik is, een plek waar je het kan kopen, zeg maar. Dat had je op een gegeven moment, dat heb je dus ook als alle dealers op marketplaces gaan. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan dealers met hun marge concurreren, advertising commissies omhoog. En uiteindelijk is dezelfde taart en er groeit niks. Nee. Dus concurreer je elkaar de tent uit voor niks. Ja. Dus dan is een toegevoegde waarde nul. Maar dan zou het als een deal ook online gaat. Maar bijvoorbeeld als ik de intratuin, de Gardena gereedschap zien hangen. Ja, maar kan ik online bestellen? Maar dan heb als een winkel echt een functie heeft, net als een marketplace. Ja. Van je komt erin en je koopt ook een zak padgrond. En dit is zo'n combinatieverkoop. En dan is het fijn dat die dat aanbod van Gardena er ook hangt. En je koopt hem dan heeft een dealer toegevoegde waarde in mijn ogen, zeg maar, in jouw beleving door het assortiment en de collectie bij elkaar te trekken. Ja. En wat je vaak ook nog als argument ziet is natuurlijk, als je bijvoorbeeld in de tuin aan het werk bent en je hebt direct iets nodig, dat je even naar de lokale dealer rijdt. Ja. Maar kijken nu naar de trend met flitsbezorging wat in de food sector. Ja, want die geografische beschikbaarheid staat onder druk. Gisteren was het, dacht ik, Takeaway met Albert Heijn gaat samenwerken. Ja. Deliveroo met de Spar. Hoe snel gaan dat soort partijen straks met de intratuin en met dat soort locaties werken? Dat ook dat ook een soort distributiecentrum wordt in plaats van een store, zeg maar, waar mensen naartoe gaan. Ja. Nou, je zag ook een beetje in coronatijd wel dat je natuurlijk ook er was veel klussen overal, Praxis, Gamma, daar kon je online bestellen en je kon dezelfde dag ophalen bij de winkel, hè? Soms binnen een paar uur. Dan voegt de winkel niks meer toe, dan is het een distributiecentrum. Dat zij daar zitten met die producten wel natuurlijk. Hebben, dus maar is dat de toegevoegde waarde? Ja. Nee, van een distributiecentrum, waarde, zeg maar, van dat je meerdere producten, groepen combineert bij elkaar. Ja. Dat gaan niet al die brands afzonderlijk natuurlijk inrichten, zo'n distributienetwerk. Dus ze hebben wel weer die winkels op die manier nodig. Ja, dus ieder kanaal heeft zijn functie. Maar dan moet je dus inderdaad als je nog verder vooruit kijkt en apart mee omgaan. Met dronebezorging, dan is dat ook misschien niet meer van toepassing, omdat alles binnen 1-2 uur door het hele land geleverd kan worden. Maar de sleutel is waarde, toegevoegde waarde bieden. Ja, en ieder kanaal heeft zijn eigen functie. En als je het als hetzelfde gaat zien, je shop precies. En je marketplace van hier kun je een product kopen, punt. Als je het zo gaat behandelen in je marketing, dan heb je onnodige of heb je geen vergroot je de taart niet, zeg maar. Exact. En over het algemeen overschat je de cannibalisatie, onderschat je de extra kansen die er zijn, doordat elke klant weer een ander kanaal kiest voor een bepaald doel. Dus bij je verkoop of inderdaad in je tuin gaan klussen. Dan kom je voor meer bij een marketplace of bij een intratuin dan alleen maar een schaar. Ja, daarom. Dan ben je niet heel gericht op zoek. Dan ben je eigenlijk naar meerdere combinaties van dingen aan het zoeken. Ja. Je ziet ook in de hele markt, in allerlei verschillende branches, ook een soort van unbundelen en weer bundelen. Hè? Dus nu heb je eigenlijk al die touchpoints, allemaal verschillende kanalen, platforms. Je moet het allemaal ergens bij elkaar proberen te brengen als brand, omdat met inzichten en klantcommunicatie. Maar in China, geloof ik, heb je gewoon alles in één platform. Ja. Gaan we daar misschien naartoe? Dat is een goede vraag. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al wel jaren, zeg maar, op die manier daar. Dus daar zijn mensen ook om op die manier gewend om op die manier te shoppen. Mm-hmm. Nederland is wat dat betreft veel transparanter. Dus de keuzes zijn gigantisch. Er zijn veel meer opties. Maar je ziet wel dat de grote partijen willen dat natuurlijk heel graag. De Googles, misschien een bol.com en Amazon, die zouden daar wel naartoe willen. Maar ook de social kanalen. Als je kijkt waar Facebook allemaal mee bezig is, dan hebben zij wel de potentie om zoiets neer te gaan zetten. Ochama natuurlijk in Nederland inmiddels ook wel één platform waar je heel veel kunt vinden. Eigenlijk alles kunt natuurlijk, ook vanuit China afkomstig. Maar goed, de cultuur en hoe wij hier gewend zijn te shoppen is wel anders. Ja. Maar zodra dat op die manier het gemak overwint van de complexiteit die je anders als consument hebt, kan dat best wel hard gaan. Ja. Als het maar frictie wegneemt. Ja, en dan je ziet, ik dacht ook in Snapchat dat je bezig bent met mini-apps in die applicatie. Dus als het heel makkelijk wordt om op die plek alles te kunnen met de brands waarin je normaal shopt,
Ja. Dan kan dat best wel een reden zijn voor een consument om daar te gaan shoppen. Ja, en je ziet wel een beetje de strijd bij bol.com die het assortiment steeds verder verbreedt. Fashion eraan toevoegt, volgens mij. Hè, die natuurlijk wel steeds meer probeert dat ene platform te zijn waar je een heel groot deel van je behoefte kan vinden. Maar dat is ook moeilijk. Ik zag later iemand op een TikTokje ouwehoeren over Amazon, zeg maar. Van de grap van, ik wil een gaming chair. En als je die producttitels ziet van gaming chairs. Oh, ja, gaming chair, lumbar support, bla 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 bla. Wat is de producttitel? Als je dat uitspreekt, dan ben je een kwartier bezig. En dan, of wil je dit een product ook? En dan, Amazon is hetzelfde ding, alleen met een andere producttitel, een andere volgorde, weet je wel. En weer een andere beschrijving in de reviews, weet je wel. Dat zijn marketplaces, die hebben ook weer, dat is nog lang niet uitontwikkeld. Als je ziet de reviews, de verzending was slecht. Maar dat gaat niet over die stoel, dat is gewoon de verzending van die stoel. Anders, die dan. Dat is niet. Dus voor mij hebben marketplaces ook nog wel heel veel struggles en in te winnen om echt een compleet assortiment net zo goed aan te bieden als een. Ja, als een merk of een shop. Creëren. Dus als je gaming chairs zoekt en je ziet 10 keer dezelfde stoel met een andere titel, ja, dan ben je als consument ook heel snel weg. Dan kun je toch naar Coolblue gaan waar alles netjes op de rij staat. En ik, juist exact, en de keuze, denk ik, bij Coolblue ook juist beperkt is. Want als je checkt sommige categorieën, als je bepaalde dingen maakt, je zoekt een laptop van zoveel inch. Ja. Op een gegeven moment is het gewoon, dit zijn de 10 beste die we voor jou hebben geselecteerd. Goed vergeleken, ze voegen, ze geven reviews. Keuze, dus dan, en dat gaat ook weer ver. Wat is dan het kanaal Coolblue? Dat is echt voor iemand, een consument die echt geïnformeerd wil zijn en keuzes wil maken. Toch wel meerdere merken wil bekijken. Ja. Dat is daar de toegevoegde waarde van. Ja, zeker. Ja. De titel van deze aflevering is Groeien zonder kanaalconflicten. Even heel eerlijk, Thijs. Kan het zonder kanaalconflicten? Ligt aan hoe hard je wil groeien misschien, maar... Nee, ik denk dat je, laten we zo zeggen, dat je netto geen conflict kunt hebben. Dus je er netto van profiteert. Ja, dus ergens zal het frictie opgeven, ergens anders zul je ervan profiteren. En ik denk als je voor jezelf een strategie uitstippelt en het onderaan een plus-effect is, dat kan. En je accepteert de mate van conflict als het overal maar rendeert. En waar we het ook over hadden met branding campagnes, als je je merk wil laten groeien, en je bent maar op één kanaal beschikbaar, is dat gewoon heel stroef en inefficiënt. Daar geloof ik in ieder geval wel in. Het kan een keuze zijn, hoor. Het is niet verboden, zeg maar. Wat jij ook zei, van goh, het kan exclusiviteit zijn natuurlijk. Het zijn altijd strategieën waar het wel mogelijk is. Maar over het algemeen, als je breed beschikbaar bent, ook offline en op meerdere kanalen, dan kun je als brand gaan knallen. En dan weet je gewoon waar de consument het wil kopen, kan niet kopen. Ja. Van elke branding euro heb je gewoon het maximale. Maar een heel extreem voorbeeld, omzet. Tesla. Geen dealers in het land. Is niet, daar kun je nergens terecht. Dat is dat voorbeeld. Executive case, product leadership. Ja, helemaal top. Maakt helemaal niet uit wat ze doen. Daar doe je alle moeite voor. Al moet je ervoor naar Amerika, bij wijze van spreken. Ja. Mensen die dat willen, doen dat. Ja. Nou, en ik denk ook, dat is misschien ook, die zijn ook, die verkopen een hele voorraad, denk ik ook. Wat Thijs ook zei, van als je toch exclusief, je voorraad is de beperking. Waarom zou je dan op een marketplace een extra kanaal? Ja, maar als je echt wil groeien en je een je voorraad. En als Tesla 15 miljoen auto's had gehad voor Nederland, denk ik dat ze het dealers hadden gehad. Of anders zouden kunnen doen. Een kleine voorbeeld. Ik ben even de naam kwijt. Fietsenmerk Stella, dacht ik. Ja. Die zie je nu wel, zeg maar, vanuit een eigen brand. Ook een soort dealers, de lokale fietsenwinkels, die dan een soort van Stella dealer worden, waarbij die fietsen verkocht mogen worden. Dus zij maken wel die keuze, omdat ze blijkbaar nog groeicapaciteit hebben op distributie, voorraad en op die manier kunnen groeien. Ja. En dan sneller eigenlijk van de voorraad af willen zijn of sneller de markt willen benaderen. Ja. 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 Mooi, het is een interessante uitdaging om als marketeer en brand mee bezig te zijn. En we zijn het al, iets wat je ook niet één keer uitdenkt en dan lekker laat lopen. Iets waar je wel eigenlijk misschien wel continu... Ja, je moet het speelveld constant in de gaten houden en ook wat je concurrent doet, waar je klant naartoe beweegt. En op basis daarvan maak je eigenlijk iedere dag weer nieuwe keuzes. Nou, maar maak ze vooral niet te snel, hè, met marketplaces, deals of exclusiviteit weggeven. Nee, daarom, hè. Dus geen jarenlange contracten met dealers. Vast. Dat zijn de learnings dan. Dank voor deze inzichten. Wil je meer weten, relevante artikelen over dit onderwerp, ga dan naar advice.nl/podcast, waar je de show notes vindt. En heb je tips, vragen, leuke ideeën, reacties, laat het weten via podcast@advice.nl. En nieuwe afleveringen, zowel deze als ook onze Puls, de korte nieuwsupdate, als je die wil blijven volgen, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app of Spotify of YouTube als je dat nog niet gedaan hebt. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Oh, my God.